Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Afgelopen nacht hebben we voor het eerst strenge fors gehad. Om 1 uur s'nachts was het kwik nog niet zo laag, maar uiteindelijk daalde het kwik tot lokaal min 10 graden. En vandaag continu die aanvoer van de sneeuwbuien via de OC, het zogenaamde OC-effect, maar dat stopt komende nacht. En daarna krijgen we opnieuw wat koude dagen. En kijk ook eens naar dat winterweer in de rest van Europa, overal lage temperaturen. Maar donderdag later op de dag wordt het spannender. Een lager drukgebied trekt dan via het westen van Frankrijk naar het noorden. En uh, die gaat geleidelijk ook zachtere lucht dichterbij brengen. Waarschijnlijk bereikt die lucht ons pas vrijdag later op de dag. Dus de winter blijft tot vrijdag in ons land. Nou, op dit moment hebben we te maken met wat sneeuwbuitjes die her en der vallen. Uh, met name in de noordelijke provincies, maar ook in het oosten dwarrelt hier en daar wat lichte sneeuw. Kan toch weer een laagje opleveren van zo'n 1 à 2 centimeter. En die sneeuwbuien die houden nog de hele avond en ook een deel van de nacht aan. Temperaturen vanmiddag dus rond min 1 graad. Komende nacht wordt het gewoon weer flink koud in het land. Min 6 tot min 9, op een enkele plek min 10 of min 11 graden. De wind neemt even iets af, maar gaat morgenochtend snel weer toenemen. Hoe ziet dat plaatje er dan voor heel Europa uit? Niet alleen bij ons is het koud. Vooral ook in de Alpen en richting het oosten van Europa. De Baltische Staten bijvoorbeeld. Bijzonder lage temperaturen. Min 26 graden zien we in het Alpengebied. Nou, gelukkig ligt iedereen daar hopelijk uh, lekker te slapen na een heerlijke dag skiën. Maar het is wel ijzig koud als je daar nu op de wintersport bent. Ook de hele Britse eilanden vol in de vorst. En tot diep in Frankrijk vriest het. En zelfs in Spanje. Morgen bij ons. Hele lage temperaturen. Het is de laatste dag van de meteorologische winter. En we hebben ook meteen de laagste temperaturen van die hele winter. Een uh, eervolle afsluiting zullen we maar zeggen. Min 3 tot min 5 graden wordt het morgenmiddag als uh, hoogste waarde. En daarbij staat dan windkracht 4 of 5. En dat zorgt voor gevoelstemperatuur van min 10 tot min 15 graden. Smiddags. S'ochtends vroeg ligt hij nog lager. Koude dag dus. ochtends flink wat zon. S'middags wat meer bewolking. Maar wel droog. En uh, als je het ijs opgaat, wees dan heel voorzichtig. Door die wind zijn er windwakken. En het ijs kan echt sterk verschillen in dikte van de ene plek tot de andere plek. We hebben zelf vandaag gemeten. Op de ene plek van het slootje 7 tot 10 centimeter. Op de andere plek, iets verderop, maar 3 à 4 centimeter. Dus grote verschillen. Voor meer daarover, kijk dan even naar ons de Schaatsjournaal, dat staat ook op onze website. De nacht na donderdag. Opnieuw een ijskoude nacht in ons land. Weer dicht bij de min 10 graden. En ook weer die lage waarde in de Baltische Staten. Maar in het Alpengebied geen min 26 meer, maar min 8. En ook in Frankrijk zien we de temperaturen omhoog gaan. En dat is een teken dat de dooi langzaam dichterbij gaat komen. En dat zien we dan ook terug in onze middagse verwachting. Donderdag en vrijdag nog temperaturen overdag iets onder het vriespunt. Gaat samen met een forse oostenwind, windkracht 5 à 6, en daardoor ijzig koude dagen. Vrijdag later op de dag, waarschijnlijk pas halverwege de middag of in de avond, komt er vanuit het zuiden wat sneeuw. En die sneeuw die geeft de voorste begrenzing aan naar zachtere lucht. In de nacht naar zaterdag vriest het nog, maar zaterdag overdag komt de temperatuur uiteindelijk overal boven het vriespunt uit, in het zuiden van het land zelfs 5 à 6 graden. En zondag verwachten we 4 tot 9 graden. Dus als je een winterliefhebber bent, dan moet je dat deze dagen pakken, daarna is de winter voorbij. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.